We zijn vandaag de tweede dag aan het opnemen in de single, filmmuziek van Cargo, met het Cercalo Strijkerskwartet. Er is een grote openheid naar ja, wat ik graag wil horen. En het is super aangenaam en ik ben heel blij om hen te ontmoeten. Ik vind filmmuziek maken super interessant. Je kan nog zoveel bepalen als je muziek maakt op een scène. Je bepaalt bijna wat een publiek moet voelen of zo. En dat is een grote verantwoordelijkheid. En het is goed dat er een regisseur is die daar een mening over heeft en u daar ook in stuurt. Want je zit echt op een grens van wanneer wordt muziek muziek en wanneer wordt muziek filmbeelden sturen. Ik denk dat het gebruik van oude muziek versus hedendaags klassieke muziek, 20e eeuwse muziek, wel een interessante link kan zijn naar het verhaal van Gilles, waarin het tenslotte wel gaat over drie broers die zich bewegen en die leven in een visserijsysteem dat voor hen nog altijd misschien een wereld was van vroeger en niet meer van hen vandaag. Dus het, hopelijk wekt die combinatie van oude muziek versus moderne muziek een melancholie op, een droom naar een verleden, waar dat denk ik de drie personages zelf ook naar op zoek zijn.